Als medevoorzitter namens het hele team wil ik je toch echt van harte feliciteren en bedanken. Ik doe dat kort, want ik weet dat je niet van complimenten houdt. Maar ik ga toch even zeggen dat wij echt super trots op jou zijn. Ook al zeg je dat dit boek niet nodig is, wij vinden van wel. We kunnen ondertussen zo'n beetje kwantitatief onderzoek gaan doen naar al jouw onderzoek en jouw boeken. Dus daarmee wil ik maar zeggen dat je een hele grote bijdrage aan het vak levert en daarmee ons centrum uniek maakt, hè? In verbinding van praktijk en wetenschap, hè, waar onze programma's ook bekend om staan. En wij vinden het superbelangrijk om te weten wat werkt in coaching voor de praktijk, maar ook voor onze opleidingen. En zodat we weten hoe je een betere coach kunt worden. En nu heb ik ook weer geleerd vandaag van jou dat het vooral helpt door er vrij en vrijmoedig te zijn voor je cliënt. Nou, dat vind ik, je kent me, een hele bevrijdende gedachte. Hè, dus wij zijn blij en trots. En ik ben ook trots op al onze alumni die hier zijn. Want die laten hiermee zien dat ze dit vak en hun professionalisering serieus nemen. En ik ben ook heel erg trots op de alumni die zelf onderzoek doen. Want die hebben we inmiddels ook. Hè? Charlotte Goedmakers, Elspeth van Riesen, mevrouw Jenniskens onder andere. En ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen aan te moedigen om zelf onderzoek te gaan doen en mee te doen met deze onderzoekers. We roepen af en toe op LinkedIn om vragenlijsten in te vullen of interviews te doen, zodat we met elkaar als learning community steeds meer gaan leren over dit mooie vak. En we hebben ook gehoord dat dit boek inspiratie geeft voor thema's. Dus nogmaals, Erik, ontzettend bedankt. Wij zijn heel blij en trots op jou. En ga vooral zo door. Dank je wel. De meeting is being recorded, krijgen we nu te horen. Dus dat is ook goed. Erik is voorzitter van het Center for Executive Coaching aan de VU. En hij krijgt het voor elkaar om daarnaast ook nog onderzoek te doen. En regelmatig te publiceren. Waarvan we nu het resultaat vandaag voor ons hebben. Tim Tebo is collega van de VU, executive coach, zelf ook wetenschappelijk onderzoeker van coaching en begeleider in het onderzoeksjaar in onze opleiding. En Tim gaat in dit gesprek de wetenschap vertegenwoordigen. Stijn de Vries werkt bij ABN AMRO. Daar is hij verantwoordelijk voor workforce planning en ontwikkeling van medewerkers. Hij is coach binnen en buiten de bank. En hij houdt zich bezig met professionalisering van coaches. En dat zijn alleen binnen de ABN AMRO zijn dat er al 100. En hij vertegenwoordigt in dit gesprek de praktijk. Mijn naam is Mieke Rijdinga. Ik ben executive team coach en organisatieadviseur en programmaleider in de executive team coaching opleiding en vandaag facilitator. Erik, wij gaan met jou in gesprek over je boek. En ik wil zelf graag de eerste vraag stellen. En dat is, waarom heb je dit boek geschreven? Ja, waarom heb ik dit boek geschreven? Nou, ik ben echt iemand van de kleinste deeltjes en van de elementaire krachten. Ik wil altijd het naadje van de kous weten. En dat was bij de natuurkunde, waar ik begon, was dat al zo. En dus mijn afstudeerscriptie ging over de Higgs boson, en dat was nog ver voor de tijd dat ik aan overgewicht leed, wilde ik al weten waar ons gewicht vandaan kwam, waar de massa vandaan kwam enzovoort. En dat was ook nog voor de tijd dat beeldje überhaupt werd waargenomen. Ja, dat is gewoon een neiging die ik heb, dat ik wil weten hoe het zit. En ik dacht ook vorig jaar toen ik eraan begon, dat ik misschien inmiddels wel een van de, ik weet niet, 5 mensen ben, hè, die ook die literatuur een klein beetje overziet. Dus dat ja, het is het enige boek wat ik bedoel, wat nog niet bestond, zeg maar. De andere boeken die ik heb geschreven, die bestonden eigenlijk al. En dan vat ik nog een keer samen wat anderen hebben geschreven enzovoort. En hier vat ik ook heel veel samen. Maar er was nog niet een echt overzicht van alle onderzoek op dit gebied. Nee, precies. Oké, dank je. Stijn. Ja, nou, op mijn schouders rust de gehele praktijk. Ik vind het nogal wat, maar ik zal mijn best doen. Overigens leuk om hier te zijn. En in de praktijk speelt vaak de vraag, ja, coaching, prima, maar levert het wat op? Of als het maar wat oplevert. En in het boek ga je grondig in op
hoe coaching werkt en wat er precies werkt. En mijn vraag aan jou is, hoe belangrijk vanuit de praktijk gezien is het nou eigenlijk om te begrijpen hoe iets werkt, of iets werkt, als de klant in de coachrelatie aangeeft dik tevreden te zijn? In wiens behoefte voorziet dan dit boek of het volgende onderzoek of het volgende boek? Ja, dankjewel Stijn. En dat is eigenlijk een beetje een retorische vraag, hè, zoals je die stelt. Hè, van, hebben we dit eigenlijk wel nodig? Met de implicatie, nee, dit hebben we niet nodig. En daar ben ik eigenlijk hardgrondig met jou eens. Ik ben al heel lang ook zelf coachie, echt heel lang. Want ik zat in de natuurkunde, qua persoonlijkheid zat ik heel erg vast. Was ik niet tevreden, was ik niet blij met de soort gesprekken, de soort relaties die wij hadden op de werkvloer. En ik wist dat ik weg moest, maar ik wist niet waar naartoe. Dus ik had heel veel begeleiding nodig om daar weg te komen. En ik heb zelf elke keer weer daarna nieuwe coaching opgezocht. En dat was niet op basis van effectiviteit. Dat ik dacht van ik moet meer coaching gaan doen omdat het werkt. Het was meer vanwege een gevoel dat ik stappen aan het maken was. Dat ik inderdaad weg wist te komen uit de natuurkunde op dat punt bijvoorbeeld. En ik schreef dat ook voor een groot deel toe aan die begeleiding. Dus je hebt gelijk. Volgens mij is wat de klant zelf, wij zeggen dan in de wetenschap, subjectief hè, ervaart. Dat is veel belangrijker en dat raakt eigenlijk niet aan dit soort algemene feiten. Want dit zijn, het boek staat vol met statistieken eigenlijk, die alleen maar waar zijn in het algemeen en nooit in het bijzonder. Het boek echt heel waardevol, met name ook omdat het het is niet alleen een samenvatting, maar het is ook een hele contextrijke samenvatting waarin je dingen in nuance zet, waarbij je, en ook een hele kritische samenvatting, waarbij je ook kritisch bent op jezelf en op de literatuur. Dus ik vind het wat meer dan een samenvatting. Het riep voor mij natuurlijk ook vanuit de wetenschappelijke kant een behoorlijk aantal vragen op. Eén was meer praktisch vandaag. Dat is waar je in vredesnaam de tijd vandaan had om naast al het andere werk wat je doet om dit voor elkaar te krijgen. Dat zou ik graag eens van je leren. Maar goed, dat is misschien voor een later moment. Want een andere vraag die ik heb is eigenlijk op basis van een soort irritatie die ik zelf heb als ik de literatuur lees. Als ik nu zelf kijk naar de artikelen die ik lees en ik pak de laatste 50 erbij, dan begint vrijwel elk artikel, en ik moet hier heel eerlijk bij bekennen, dat ik mezelf er ook schuldig aan maak, met in de introductie te zeggen dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan, of dat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat, of een soort gelijke zinsnede. Als ik nu zo kijk naar het boek en wat jij daar allemaal in samenvat, dan vraag ik me af, is dat wel zo? Kunnen we dat wel zeggen? Inderdaad, dat is nu een beetje, zeg maar, vallen we in herhaling. En we kunnen wat mij betreft zeker trots zijn, niet zozeer over de effectiviteit die wij bereiken, want daar zijn nog heel veel mitsen en maren bij te zeggen. Maar we kunnen wel trots zijn op onze onderzoeksliteratuur, denk ik. Als je breder kijkt binnen de, zeg maar, management en organisatie, waar ons center ook onder valt, hè, dus in de bredere organisatieadviesliteratuur, dan heb je eigenlijk veel minder degelijk onderzoek voor andere manieren van adviseren in organisaties. En zelfs management training en dat soort dingen. Daar is nu inmiddels net zoveel onderzoek in coaching of meer dan in die andere gebieden. Dus daar moeten we echt trots op zijn. En ik denk dat het ook in de hand gewerkt wordt door het feit dat het goed te onderzoeken is vergeleken met andere interventies. Organisaties zijn heel erg complex. In alle andere interventies spreek je met meerdere partijen. En heb je, zeg maar, meer doorlaatbare grenzen rondom de hele adviesopdracht. En probeer je ook verder invloed uit te oefenen. Terwijl in coaching blijft het beperkt tot de gesprekken die je hebt. Althans, dat kun je als onderzoeker aannemen. En dat maakt het ineens veel makkelijker om te onderzoeken. En er zijn zelfs onderzoekers geweest, zoals jij zelf, hè, die zelfs maar een enkele vraag hebben onderzocht. Een enkele coachingvraag en daar de reactie van de cliënt op. En ook dat kan. En dat is prachtig laboratoriumonderzoek om te doen. Dus ik denk dat het daardoor komt ook. Dat het best zich heel goed leent voor onderzoek, coaching.
Aan de andere kant, weten we nou echt of het werkt en weten we alle ingrediënten? Nee, dat niet. Dus er is nog zeker ruimte voor meer onderzoek. Dus eigenlijk zeg je, er is dus al heel veel onderzoek en ook op allerlei verschillende gebieden. Hè, dus heel meer holistisch onderzoek, meer gefocust, ingezoomd onderzoek op werkzame elementen. We kunnen een heleboel nog niet zeggen, maar wat kunnen we nu dan wel zeggen op basis hierop? Welke conclusies zou je wel kunnen trekken nu op basis van het onderzoek wat jij samenvat in je boek? Er zijn goede aanwijzingen dat dit werkt en dat het niet alleen onze subjectieve gevoel is of van sommige cliënten, want het zijn andere cliënten die zo'n reeks van coaching gesprekken niet eens afmaken. Dus hier zitten we ook op een platform met een groep van mensen die er wel in geloven en die er wel baat bij hebben gehad, denk ik. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar het onderzoek geeft ook aan dat er opmerkelijke effectiviteit bereikt kan worden. Dus bijvoorbeeld, ik open het boek met onderzoek dat niets te maken heeft met mijn eigen vak, niets met executive coaching en niets met bedrijfskunde of bedrijvigheid. Maar coaching ter ondersteuning van medische interventies. Daar wijd ik de eerste helft van het eerste hoofdstuk aan. Omdat het nu eenmaal het beste onderzoek is wat er gedaan is. En dat is wel heel opmerkelijk wat eruit komt. Dat je dus een patiënt die langer in behandeling is. Als je die een paar keer opbelt tussen de behandelingen door. Dus door gewoon een medewerker die met enig gevoel voor gesprek. Het hoeft niet eens een gekwalificeerde coach te zijn. Maar die een paar keer spreekt met een patiënt om ze te herinneren aan hun medicijnen of aan hun sport ook vaak of aan hun dieet, dan krijg je een veel betere uitkomst. Zelfs tientallen jaren later. Hè, want het is een van die onderzoeken gaat over teenagers. Hè, die moeten hun botten nog ontwikkelen, die moeten hun sterkte in hun botten nog ontwikkelen. En er blijkt dat de effectiviteit van extra coachinggesprekken naast de medische behandeling geeft een effectgrootte van 4, hè, wat wij nooit vinden in de coaching. Dus dat betekent dat, dat er een enorme afstand is tussen de distributies, de twee Gaussische krommen, zeg maar, van die wel gebeld worden en die niet gebeld worden. Die wel gebeld worden, die zijn echt veel beter af. En als ze later volwassen zijn, en vooral als ze oud worden, dan hebben ze nog veel betere botten. Dus dat is een hele lange termijn effect van coaching, wat ik daar heb gevonden. Dus je vindt enorm overtuigende dingen over effectiviteit. Mm-hmm. Maar in het laatste hoofdstuk zet ik daar toch wel weer vraagtekens bij ook. Dat misschien toch, omdat heel veel niet-effectieve studies, die de nul-hypothese dan bevestigen, die worden vaak niet gepubliceerd, want die zijn niet interessant voor tijdschriften, of de auteurs verwachten niet dat eruit komt, dus die stoppen het in een la. Dus je kunt er wel vraagtekens bij zetten, maar effectiviteit, als je kijkt naar het onderzoek wat wel gepubliceerd is, is best een sterke casus nou, of een sterke argument wat we hebben voor coaching. Ik zie de praktijk popelen om een vraag te stellen. En daar was ik van. Ik spreek mede namens het interne coachesnetwerk van ABN AMRO Bank. Dat zijn ruim 100 professioneel opgeleide coaches. En die willen natuurlijk allemaal hun werk zo goed mogelijk doen. En zoveel mogelijk resultaat behalen met hun coachie. We bedanken ze daarvoor aan het eind van het jaar altijd met een of ander presentje. En we zouden natuurlijk kunnen overwegen als bestuur om dit boek toe te sturen naar al die coaches. Maar dan is de vraag uiteraard, op welke manier zouden dan onze coaches of een coach de inzichten uit jouw boek in de praktijk kunnen toepassen om een betere coach te worden? Ik denk dat het zeker tot... Ik heb heel hard geprobeerd om het een beetje mooi op te schrijven. Simpel te houden, alle formules eruit, alle statistiek eruit. Dus alleen maar samenvatten de effecten die er dan zijn. Daar wel nummers aan te geven, maar verder zo toegankelijk mogelijk te maken. En ook elk hoofdstuk te introduceren met een case. Want dat vinden coaches veel leuker om te lezen. Hè? Een spannende case die bijna misgaat of helemaal misgaat. Dus die zitten er ook in om je een beetje wakker te houden. Dus ik heb het zo geïnspireerd mogelijk willen doen. Maar het is geen makkelijk boek, toch. Dus je kan ze beter een ander boek geven, denk ik, als het lekker vlot moet lezen, als het ware. En dan is het een zelfhulpboek. Dus hebben ze er wat aan als coaches? Worden ze er betere coaches van? Ik denk van wel.
Ik denk dat daar dingen in staan in het boek waar ze misschien meer rekening mee kunnen houden. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld niet zo goed luisteren als ze denken. Dat is nogal wat om van jezelf te realiseren. Of dat het echt niet uitmaakt. Of ja, dat er heel weinig evidentie is voor een bepaalde benadering. Hè? Maar als je achter je benadering staat, dat helpt wel. Dus dat kan ze bevrijden van haar eigen training en opleiding. En wat natuurlijk ook kan helpen, is dat ze ook qua technieken zich niet zoveel zorgen hoeven te maken. Dus dat de effectiviteit vooral bestaat uit tijd met elkaar doorbrengen in een asymmetrische relatie. Hè, waar de cliënt centraal staat en die vragen centraal mogen staan. En daar gewoon tijd voor krijgen en reflectie op doen. Aandacht aan geven. Dat is belangrijker dan dat je wel of geen adviezen geeft of dat soort vragen. Dus je kunt er misschien uithalen dat je meer mag doen tijdens sessies. Dat soort dingen. Mag ik aanhaken bij je antwoord, ja. Erik? Eigenlijk wat je net zegt over in het antwoord op de vraag van Stijn, van wat kunnen we mee, daar noem je een aantal dingen, hè, zoals het belang van de relatie, dat die ondergeschikt is aan de technieken en de methode die iemand gebruikt, die jou als psychotherapeut en als iemand die heel bekend is met de psychotherapie literatuur, wellicht niet zullen verbazen. Hè? Dus dit zijn dingen die we ook wel weten uit de helpende, andere, zeg maar, onderzoek naar andere vormen van helpende aspectsvoering, dus de psychotherapie. Mentoring in iets mindere mate. Wat ik me nou heel erg afvraag is, wat zijn nou de dingen die jou tijdens het schrijven van dit boek wel verbaasden? Die je tegenkwam in het onderzoek waarvan je denkt, nou, dat verbaast me of dat verwondert mij. Ja, ook een leuke vraag. Zie je dus in grote lijnen dat we inderdaad heel veel onderzoek van andere helpende relaties bevestigen. Zoals met name psychotherapie, waar heel veel is gedaan, maar ook mentoring. En daar ga ik verder niet zoveel op in het boek. Daar heb ik niet zoveel tijd voor, maar dat is wel zo. Als je specifiek kijkt naar coaching, dan zijn er toch ook wel wat dingen die me verbaasd hebben. Of die ik heel leuk vond om te ontdekken in de literatuur. Eén heeft te maken ook met de huidige crisis die we hebben. Die is wel gepubliceerd net voor de crisis. Mm-hmm. Door een Nederlander, Ruud van Dun. Ken je misschien nog niet, want hij werkt niet bij een universiteit, maar het was geloof ik zijn afstudeerscriptie in Maastricht. Maar dat ging over het verschil tussen face-to-face en online, of telefooncoaching in zijn geval. Want het was nog net voor de COVID-crisis. En dat is, ja, ondanks dat het maar een afstudeerscriptie is, heel goed uitgevoerd onderzoek wat mij betreft, en toont volgens mij aan dat het even effectief is. En dat vond ik wel heel leuk. Dat ken ik nog niet zo erg uit. Als je me vraagt, dan is er wel onderzoek vergelijkbaar in de psychotherapie ook. Maar. En een ander mooi voorbeeld is dat onderzoek waar we het nog even over hadden, daarnet voor deze sessie, uit Australië, waarin ze netwerken hebben onderzocht. Hè? Dus ze hebben eerst de netwerken in kaart gebracht in een organisatie. Het was een universiteit, maar dat maakt niet zoveel uit. Wie werkt nou meer met wie? Daarna hebben ze een aantal coaching mensen gecoacht vanuit een middelmanagement van die organisatie. En toen hebben ze gekeken ook naar de effecten op die collega's die dus dicht bij ze zitten in dat netwerk. Dus niet alleen op de coachees, maar ook op anderen in de organisatie. En dat was wel heel leuk. Die blijken in eerste instantie namelijk negatief te zijn. En dan wel bij te trekken. He, dus in eerste instantie worden misschien mensen assertiever of gaan ze veranderen. Er gebeurt iets met ze waardoor ze misschien minder voorspelbaar of soepel zijn als collega's. Maar daarna zie je toch dat in well-being, he, wat ze ook onderzocht hebben, dus in welbevinden in het algemeen, dus stress, dat beter wordt, minder stress. Ook voor die collega's die er om de coaching heen hangen. Nou, dat vond ik hele mooie verrassingen. Een soort van trickle-down effect zie je dan. Hopelijk, ja. En een van de dingen die mij nog opvalt, waar ik ook benieuwd ben of je daar nog iets over kan zeggen, dus dat iets wat mij wel verbaasde om op te lezen, is dat je ook ergens schrijft dat we zitten hier met een hele verzameling met 105 jonge coaches zitten hier natuurlijk. Jonge? Daaruit blijkt dat die, waarin jij schrijft, eigenlijk dat die het soms wel beter doen dan de ervaren coaches. Dus kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, en dat is ook hetzelfde als in psychotherapie. Maar de jongeren onder ons, zoals jij, hè, bij het Center for Coaching, die doen het dus beter dan de oudjes die er al... En dat geldt zowel qua ervaring als qua leeftijd. En ik heb dat alleen maar echt benadrukt. Ik heb het niet eens zo erg benadrukt in het boek, maar ik vind die backup vanuit de psychotherapie wel belangrijk. Want in coaching hebben we maar één artikel. En dat komt uit India. En dat ging over het coachen van vroedvrouwen bij de geboorte van... want er gaat vaak nog steeds iets mis natuurlijk in het platteland. Het ging ook over het platteland van India. Dus dat blijkt dus dat die jongere coaches van vroedvrouwen, dat die betere effecten sorteren. Dus fantastisch, maar dat is geen executive coaching of het is ook niet in Europa. Maar ja, het is wel een bevestiging van ander werk wat ik heb gezien. En misschien moet ik nog één verrassing noemen, hè, want je gaat daar nog op door. Wat ik echt verrassend vond, is dat het niet uitmaakt hoeveel sessies je hebt. Volgens bepaald onderzoek. Zowel binnen coaching, 3 artikelen, en ook binnen psychotherapie. Dat het erop lijkt alsof je geeft een klant een coachie en een coach 5 sessies of 8 sessies. Maakt hen niet zoveel uit. Zij kunnen het wel zo onderhandelen dat ze het maximale halen uit 5 of 8. Hetzelfde niveau. Dat vind ik heel fascinerend. En mag het er dan ook 1 zijn? Het is tussen 3 en 20 in de psychotherapie. Dus het mag, tussen 3 en 20 maakt het niet uit. Dat is natuurlijk heel gek. Maar dat vinden we op dit moment. En dan zou je zeggen van nou geef iedereen 3. Maar als je iedereen hetzelfde aantal geeft, dan heb je weer een distributie. En dan heb je dus ook mensen waarvoor het niet genoeg is. Het heeft meer te maken met het feit dat ze in onderhandeling zijn en dat ze meerdere opties hebben. Dat ze ook nog kunnen verlengen of dat cliënten eerder wensen te stoppen. En dat is vaak voelen ze wel goed aan wanneer ze moeten stoppen. Namelijk wanneer ze zo'n beetje op hun tak zitten. Zeg maar. Dat is mijn indruk. Ja. Ga naar Stijn. Okay. Ja, Erik, je schrijft in de inleiding, en ik denk dat je er overigens in geslaagd bent toen ik het boek heb doorgenomen, dat het boek de beste antwoorden biedt op dit moment, die we tot onze beschikking hebben op de vraag, wat werkt nou in executive coaching? Stel dat hierna, in de jaren hierna, nog meer overtuigend, goed uitgevoerd onderzoek komt, waarin dat beeld wederom wordt bevestigd of versterkt. Wat zou dat wat jou betreft dan mogen betekenen voor het imago van coaching binnen organisaties, of binnen overheden, wat dan ook? Ja, daar kan het zeker bij helpen. Er zijn heel veel mensen die financiële afweging moeten maken. Met budgetten die ze ook ergens anders aan kunnen besteden. Dus, en dat wordt, denk ik, ondanks dat we nou allemaal ineens een plotselinge boom zitten, omdat die coronaregels weer wat losser zijn, denk ik dat er toch moeilijke jaren aankomen. Dus om dan die keuze te helpen maken, is het volgens mij wel goed dat we veel onderzoek hebben. Maar ook dat onderzoek bepaalde effectiviteit aantoont. En ook laat zien hoe je klanten misschien beter voor kunt bereiden. Bijvoorbeeld motivatie is heel erg belangrijk om die uitkomsten te bereiken. Hè, die gemiddelde uitkomsten. Dus je kunt als organisatie ook iets doen om de effectiviteit te vergroten. Door alleen maar de vrijwilligers coaching aan te bieden. Of een soort voortraject te organiseren met mensen om te kijken naar motivatie, maar ook naar zelfmotivatie, ook naar hun ideeën over coaching. Het lijkt erop dat als je ze enigszins voorbereidt op wat er aankomt, dat je dan de effectiviteit echt substantieel kunt vergroten. Dat kunnen we ook wel weer onderzoeken. Dat is ook wel gedaan, nog niet zoveel. Maar daarmee help je, denk ik, ook de professie. Dus dat je beter kunt, en het geldt ook voor de uitkomsten, hè? Die staan ook allemaal in het boek. Het is een heel hoofdstuk over alle verschillende uitkomsten die we hebben. En het lijkt alsof er ook uitkomsten zijn die onze persoonlijkheid enigszins veranderen. Hè, die ons als het ware rustiger maken of minder doorschietend in onze patronen wellicht. Omdat we erover na hebben gedacht samen met onze coach. Dus daar kun je ook organisaties dan weer over adviseren als dat echt zo is. Ja. Over dat ze coaching echt kunnen inzetten bij
mensen die een beetje doorschieten in hun gedrag. Of die erg gestrest zijn. Dat gebeurt natuurlijk al heel veel, maar het is niet echt op onderzoek gebaseerd dat dat nu gebeurt. Even een vraag uit de chat, naar aanleiding van wat jij in het begin zei. In hoeverre is een tevreden coachie synoniem aan dat de coaching effectief was? Vraagt Hubert. Ja, dat is dus een hele, ja, een hele tricky vraag. Want helaas, de meeste wetenschappers gaan er een beetje van uit dat dat hetzelfde is. En daar zeg ik heel veel over in het boek, dat je daarmee op moet passen. Dus de meeste wetenschappers, ook omdat daar ook maar beperkte budgetten voor zijn, voor wetenschap in coaching. Dat wordt niet centraal georganiseerd zoals in de medicijnen wel en in de psychotherapie wel. Er zijn veel grotere budgetten voor onderzoekers. Maar vaak kiezen de onderzoekers toch een beetje de makkelijker weg. En dan vragen ze de coachee vragenlijsten in te vullen. Daar is toch het meeste onderzoek op gebaseerd. Dus dan krijg je, en daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt bij mijn onderzoek, dan krijg je toch dat effectiviteit gelijk wordt gesteld als aan effectiviteit door de ogen van de coachee. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Nee. Het kan zijn dat het juist veel meer gaat over de mensen waarmee, met die netwerken. Dat de mensen in die netwerken rondom de coachee een betere samenwerking ervaren of meer verantwoordelijkheid ervaren bij de coachee of iets dergelijks. En daar is wel onderzoek naar gedaan, daar geef ik ook voorrang aan in het boek, maar dat is nog heel weinig. Daar zou ik echt meer over willen zien. Ja. Dat is echt niet hetzelfde. Hè? Dus dat je zelf een goede ervaring hebt, dat weten we nu ook wel. Wat dat het onderzoek wel laat zien, is dat het degelijk onderzoek laat zien dat een coachee wel beter af is dan een controlegroep die in precies dezelfde omstandigheden zit, dus ook die vragenlijsten invult, maar geen coach heeft. Dus dat is al iets, dat geeft al iets meer stevigheid aan die uitspraak. Maar je kunt echt je afvragen of het gaat om die ervaring van die coachee. En er zijn onder ons heel veel coaches die scherp zijn, direct, confronterend. En dat is misschien minder leuk voor de coachee. Maar ze leren er... Ja, ik denk altijd dat ze er veel meer van leren. Veel meer uithalen, als ze het tenminste aankunnen. Ja. Dat soort scherpte. Ja, en dan hangt het er misschien ook nog vanaf wanneer je meet. Ja, en dan moet je niet meten van... Ja, heb je een goede tijd gehad of heb je nu... ben je nu tevredener? Of denk je dat je effectiever bent? Nee, dan moet je echt iets meten over hun productiviteit bijvoorbeeld. En dat doen ook sommige onderzoekers. En dat is natuurlijk veel beter onderzoek. Ik pak er nog even een waar een paar mensen naar gevraagd hebben. En dan ronden we dit zo meteen eerst dit gesprek met z'n vieren af. Er zijn verschillende mensen die zeggen, wat maakt dan dat jongere coaches het zoveel beter doen? Of dat die het zo goed doen? Ja, heel leuk. Leuke vraag. Want in die Indiaanse context hebben die onderzoekers, die overigens niet allemaal zelf Indisch waren, want het was volgens mij gesponsord door de Verenigde Naties. Maar die onderzoekers in dat artikel, wat dus ook in het boek staat samengevat, die zeggen dat is omdat die jongere mensen beleefder zijn. Die zijn nog een beetje, die gebruiken de U-vorm en die gaan heel, zeg maar, voorkomend om met de moeders en de vroedvrouwen. Dus die voetgangers zijn vaak wat ouder dan de coaches. En dat is juist wel goed, want die zijn juist heel voorkomend en respectvol. Dat vond ik eigenlijk wel een leuke conclusie. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet aantonen, want ze weten niet waarom. Ze weten alleen dat ze dat gevonden hebben. Ik heb zelf altijd een andere reden hiervoor gehad, dat jongere coaches het beter doen. Ik heb het idee dat ze veel meer gemotiveerd zijn. He, dus elke klant leert hen ook nog zoveel. Dus de nieuwsgierigheid is groter. De routine is minder. En ze gaan er echt voor. En ze hebben ook heel veel zelftwijfel. Dat weten we ook uit onderzoek. Hè? Dus beginnende coaches hebben heel veel zelftwijfel. En misschien is die twijfel juist wel goed voor coaching. Hè? Want je probeert te reflecteren. Dus dan is twijfel juist wel goed. En er is natuurlijk ook nog iets met oudere coaches en psychotherapeuten. Die gaan vaak over ethische grenzen heen. Vooral als ze helemaal aan de top staan van het vak, hè, dan nemen ze het niet zo nauw met bepaalde grenzen. En dat is natuurlijk ook niet zo goed. Dus ze hebben ook een groter afbreukrisico, zou ik zeggen. Dus dat soort fenomenen zijn wel gaande.
ondanks het feit dat ik tijdens mijn opleiding als psychotherapeut kreeg ik altijd te horen dat ik goed moest luisteren en opletten, want meer ervaren mensen die wisten veel meer dan ik. Maar ja, ik heb er toch stiekem twijfel bij.